Nou, we zijn als provincie meegegaan met die handelsmissie met een aantal bedrijven uit Zuid-Holland. Om daarmee de samenwerking met de regio Lombardije te onderstrepen. Dat is ook duidelijk geworden in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, een MOU heet dat. En dat heb ik vandaag mogen doen samen met de president van Lombardije, de heer Maroni. Dat is een belangrijk moment, want daarmee zeg je in feite van wij gaan vanaf nu op een aantal thema's met elkaar samen optrekken. Maar mijn rol was verschillend. Ik had op sommige momenten echt een rol van tafelvoorzitter. Ik heb ook een toelichting gegeven en een inleiding gegeven over de waterproblematiek en hoe wij daar in Zuid-Holland mee omgaan. In Rome hebben we een hele goede bijeenkomst gehad, zeker ook met lokale bestuurders. En die gesprekken ook verdiept hebben. We hebben delegaties gehad die ook in Nederland geweest zijn. Ik heb met mijn EFMI in de regio Piemonte gesproken. Daar zie je dat tuinbouw in plaats van te centraliseren veel meer gedecentraliseerd gaat worden. Mensen echt weer de nabijheid van hun woning op gaan zoeken. Daarna heb ik met de EFMI gesproken in Lombardije. En daar ook gesproken over de overeenkomsten en de verschillen. En de manier om met elkaar samen te werken over de grenzen heen. En iets te betekenen in Europa als sterke regio samen. Het investeren in relaties is van groot belang. Je moet elkaar leren kennen. Je moet elkaar ook leren begrijpen vooral. En dan kun je met elkaar, als je gezamenlijke problemen hebt, dan kun je ook met elkaar oplossingen zoeken. En daar is een persoonlijke band echt onmisbaar bij. En daar moet je ook in investeren om die op te bouwen. Die komt niet van één dag op een andere. Dat vraagt langer contact met elkaar. En dat is in dit geval heel goed gelukt. Ja, de werkbezoeken waren heel verschillend van aard. Dus het ging van supermarkten tot een universiteit gastronomica. Dat is natuurlijk totaal andere wereld. Maar je ziet wel dat de bedrijven die met ons mee waren echt de klik hadden met eigenlijk alle werelden die we tegenkwamen, alle bedrijven die we bezochten. Omdat daar business te halen valt, omdat zij verder willen in gesprekken om te gaan leveren. Het bijzondere was dat de koning en de koningin bij die ondertekening waren. En dat ook met hun aanwezigheid nog belangrijker maakte. Ze hebben de tijd en de moeite genomen om een korte stop te maken tijdens die watertop die hier was, het waterseminar, waarin die MOU ondertekend is. Ja, het is natuurlijk een goed signaal. Ook minister Ploemen was erbij. Dus dat onderstreept nogmaals het belang van wat we hier vandaag gedaan hebben. Nu de overeenkomst getekend is, is het vooral samen aan de slag. We hebben concrete projecten met elkaar gedefinieerd. We kunnen projecten gaan doen. We kunnen onze bedrijven en instellingen samen laten werken en de opdrachten over en weer geven. Wij zullen dat als overheden ook doen. Geldt niet alleen op het gebied van water, geldt ook op andere gebieden. En we gaan dus de stap vooruit nu maken en we gaan concreet aan de slag met elkaar.